Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze Skype-sprookjes. We zitten nog steeds op Skype, uiteraard de coronatijden nog niet voorbij. En ik heb een gast vandaag. Het is een improvisator, je kent hem misschien, ik ken hem, dat is het belangrijkste. Geweldige improvisator, we hebben elkaar kennen bij de Belgische improvisatieliga. Mag ik u daarvan het applaus voor niemand minder dan Jeroen Hermans. Dat is lang geleden, Jeroen. Oh, manneke. Voor zijn tijd. Jeroen, ik heb via Facebook van een hoop mensen sprookjestitels gekregen. Mm-hmm. En daar gaan we er eentje van doen. Ik heb de titel al gelezen, maar ja, jij gaat die nu voor de eerste keer horen. En het eerste sprookje komt van een zekere Nathalie van de Beek. En het sprookje is: er was eens een goochelaar die zijn konijn niet vond. Okay. Dat van goochelaar heel lastig kan zijn. Ja. Hier gaan we. Er was eens een goochelaar die zijn konijn niet vond. Augustinus sukkelde er al een tijdje mee. Hij had een hoge hoed, hij had zo'n pinguïnjas en een konijn erin. Maar toen hij op de jaarmarkt van Tiene het konijn uit de hoed wilde toveren, bleek het plots verdwenen. En de act met het konijn was de act waar Augustinus onbekend stond. Hij had nog honderden andere goocheltrucs, maar iedereen kwam altijd kijken naar Augustinus met zijn konijn. Want hij deed fantastische dingen met zijn konijn. Hij kon het niet alleen uit de hoed, maar hij liet het ook door hoepels springen. Hij toverde het terug weg, zodanig dat het ergens anders verscheen. De act met het konijn was wereldberoemd. Ja. Hij had jaren getoerd met een duif, maar die was opgegeten door zijn kat. Dus was hij overgeschakeld op konijn. En draait of keert het, konijn, dat is toegankelijk. Niet iedereen houdt daarvan, maar toch. Augustinus werd daar wereldberoemd mee. Tiene en ver daarbuiten. Daar kenden ze hem overal. En hij stond in Tiene en hij steekt zijn hand in zijn hoed. Heel het publiek staat te wachten op het konijn. En hij voelt, en hij steekt zijn hand dieper en dieper en dieper. En hij voelt, zijn konijn zit niet in zijn hoed. En Augustinus wist niet waar het konijn kon zitten. Hij werd zo bleek als een wortel. Hij wist niet wat er aan de hand was. Hij riep zijn konijn: Fluffy! Fluffy, waar zit hij? Maar niemand reageerde. Een vrouw op de eerste rij wel, die roept: ja, snolle bolleke, wat is er? Nee, ik zoek mijn konijn, mevrouw. Konijn Fluffy. Ah, ik heet ook Fluffy, zei de vrouw. Ja, dat kan heel goed zijn, maar jij zei het, geen konijn. Ja, maar zei ze, ik heet wel Fluffy, misschien kan ik u uit de nood helpen. En dat bracht Augustinus op een idee. Hij zei, als ik het met de ene Fluffy kan, kan ik het misschien ook met de andere Fluffy. Ja, hij had nog wel een dossier lopen bij de politie van zijn vorige assistenten, maar hij wilde dit risico maar al te graag nemen. Hij reikte zijn hand naar Fluffy, hielp haar mee het podium op en ze ging bevallig, want zo doen assistenten dat, naast hem staan. Ze ging naast hem staan en ze fluisterde: wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En Augustinus zei, niks, gewoon volgen. En hij zette de hoed op bij Fluffy en hij trok de hoed helemaal over haar tot aan de grond. Ja, dat was een super lange hoge hoed. Want Fluffy, ook bekend in Tiene en ver daarbuiten, laat ons eerlijk zijn, die was niet van de kortste, maar ook niet van de langste. Dus die paste perfect in die hoed. Het publiek snakte naar adem, want wist niet wat er gebeurde. Ze keken naar een vrouw die plots een hoed werd. Augustinus trok de hoed terug omhoog en Fluffy was weg. Want dat was de truc. Ja, daar waren ze voor gekomen. Een hoed over iets trekken en dan laten we het wijnen. Maar, zei Augustinus, uiteraard is ze niet weg. Ik heb hier een doos en in die doos zit niks. En hij liet de doos zien, er zat niks in. En hij zet de doos terug neer, hij doet de doos open en effectief, ineens haalde hij daar een konijn uit. En het publiek werd gek. Het begon te joelen en te krijsen en te gillen en er gingen kleren uit en er werd met ondergoed gegooid en heel het publiek begon te scanderen: Fluffy, Fluffy, Fluffy. En ineens van achter het gordijn: ja, snolle bolleke.
de vrouw kwam achter het gordijn vandaan en was dus weggetoverd achter het gordijn. Ondertussen had hem zijn konijn teruggevonden en hij wist, ik heb mijn wereldact nog beter gemaakt. En zo begon Augustinus te toeren, de grote Augustinus, met Fluffy en Fluffy. Ja. En hij werd verliefd op Fluffy. Niet op konijn, maar op Fluffy. Nee, dat ging ik net even verifiëren. Dat zou een beetje vies zijn. Hè? Ja. En hij werd verliefd op Fluffy en ze begonnen een liefdesrelatie. En zijn acts werden gevaarlijker en gevaarlijker. En dat kweekte gelijk konijnen. Oh, want ineens kwam Fluffy junior 1 en Fluffy junior 2 en Augustinus junior 1 en Augustinus junior 2. Gelijk konijnen ging dan een hele avond. Tjaka, 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 bam, bam. En ook nog shows. Ook nog shows. Goochelshows. Ondertussen deed al zijn kinderen mee in zijn show. Hij toverde kinderen uit mijn hoed, uit een doos, uit alles wat hem bij had, achter het gordijn, in het publiek, uit de luster. Er bleven maar kinderen komen. En zo werd Augustinus bekend als Augustinus, de familie met 12 kinderen en Fluffy en Fluffy. De titel werd langer en langer en langer. Ja. Zijn businesskaartjes waren ook zo van die flapjes die zo helemaal uitrollen. Want dat ging niet allemaal meer op één visitekaartje. Dus hij had dat zo speciaal laten ontwikkelen en was daar helemaal mee in de wolken. En ze konden zelfs toeren tot Augustinus 85 jaar oud was. En toen was Augustinus klaar voor zijn allerlaatste show. Ja. Hij nam zijn ogenhoed en hij stak zijn linkervoet daarin. Daarna zijn rechtervoet. Hij ging gaan zitten in zijn ogenhoed. Hij trok de ogenhoed hoger en hoger en hoger. En hij was weg. En nooit heeft iemand Augustinus nog gezien. Hij heeft zijn 12 kinderen achtergelaten zonder erfenis, zijn vrouw zonder erfenis en Fluffy het konijn. Ja, bleef gewoon een konijn dat niet wist wat er aan het gebeuren was. Maar konijnen worden natuurlijk ook geen 85 jaar oud. Hè? Nee. De mensen hadden dat niet gezien, maar die had eigenlijk gewoon altijd een ander wit konijn. Maar ja, je noemt dat beest Fluffy opnieuw. Dat is gelijk dat je thuis, hè, als je kind zijn konijn sterft, je verwisselt dat ook. Die zien dan niet, hè? Nee. Toch? Dus, wat is de moraal van dit verhaal? Dat is als je zoveel kinderen maakt, dat je eigenlijk blij bent dat je weg kunt geraken. Want ja, zoveel kinderen en een vrouw en een konijn, dat is voor iedereen een beetje te veel. Jeroen Heermans, dank u wel om mij te vergezellen in deze tocht van deze mooie goochelaar. Beste luisteraars, slaap lekker.